Huub, die hebben we nu al 3 uur gehoord als presentator, mede-presentator van dit programma van de Prins Kikwaad. Maar ja, we kennen hem natuurlijk vooral als entertainer en als zanger. En ook dit jaar heeft hij weer een liedje gemaakt. Hij wordt begeleid in dit geval door de mensen uit Giekeldonk en door de Bim de Blazers. Want die gaan hem mede ondersteunen in zijn carnavalsliedje van dit jaar. Huub, hang op en kussie kussie! Kussie, kussie. Kussie, kussie. Kom maar met dat kussie, kussie. Hey, hoe is het nou? Wat is het lang geleden dat ik jou hier heb gezien? Wil je vast iets drinken? Want ik heb iets leuks en gezelligs bovendien. Je leunt naar voor en tuit je mond. Het is ook heel gezond. Kussie, kussie. Kom maar met dat kussie, kussie. Kussie, kussie. Kom maar met dat kussie, kussie. Kussie, kussie. Kom maar met dat kussie, kussie. Eentje links, eentje rechts. Kussie, kussie. Kom maar met dat kussie, kussie. En we gaan zwaaien. La 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 la. Stel je netjes voor, want echt, je gelooft het niet. Je leunt naar voor en duidt je mond. Je zal zien wat er van komt. Kussie, kussie. Kom maar met dat kussie, kussie. Kussie, kussie. Kom maar met dat kussie, kussie. Zoenen, zoenen. Kussie, kussie. Kom maar met dat kussie, kussie. Oh, niet zo verlegen. Kussie, kussie. Kom maar met dat kussie, kussie. En dan nu knuffelen. La 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 la. Kussie, kussie. Links, rechts en weer links. Kussie, kussie. Kom maar met dat kussie, kussie. Pak ons aan, wat lekker vast hoor. Kussie, kussie. Kom maar met dat kussie, kussie. Hey, niet bijten. Kussie, kussie. Kom maar met dat kussie, kussie. Mevrouw, alleen op de wang. Oh. Kussie, kussie. Kom maar met dat kussie, kussie. Nog een keertje dan. Kussie, kussie. Kom maar met dat kussie, kussie. En nou jullie. Kussie, kussie. Kom maar met dat kussie, kussie. Bedankt. Kom op, Giekeldonk. Kussie, kussie. Kom maar met dat kussie, kussie. Ja. Huub, hang op. Het was fantastico om in de woorden van Giekeldonk te spreken. Dat was een kussie, kussie. Oh, ja, waarom jammer dat jouw collega nu wegloopt. Hij wil niks met jou te maken hebben, begrepen. En jij was bang voor concurrentie, zei hij. Ja. Adrie Crezee van de Stadstuin. Ja, een van de trouwe adverteerders bij Baronie TV. Waarom adverteer je altijd bij Baronie TV? Ja, omdat het gewoon, de carnaval is natuurlijk super gezellig. En wij ondersteunen dat graag. Voor ons is het gewoon ook gezelligheid in het restaurant natuurlijk.
En ja, dan willen we dat ook uitdragen, uitstralen. Ja, we zijn een tijdje geleden bij jullie in het restaurant geweest. Hebben eventjes wat gefilmd. Als het goed is krijgen we die opnames ondertussen te zien. En daarom, omdat we, ja, we hebben al eerder verteld. Natuurlijk moet het allemaal bekostigd worden uit de reclameinkomsten. Ja. Hè? Wat we doen bij Baronie TV. Nou, we zien nu de beelden daar aan de Ginnekeweg waar jullie zitten. Ja. Nou ja, omdat alles bekostigd moet worden door reclame, zijn we altijd blij met hele trouwe adverteerders. Dus ik heb begrepen dat jij naast jouw restaurant heb je nog een speciale delicatessenwinkel. Dat klopt, met allerlei zoete specialiteiten. Ja. En dat doen we nu al 8 maanden, zijn we net open eigenlijk, allemaal heel pril. Maar echt Franse lekkernijen zoals madeleines, kleine cakejes, bonbons, macaron de Paris, dat is ook een specialiteit van ons. En dat in een mooie cadeauverpakkingen en gewoon lekker snoepwinkel, zeg maar. Ja. Nou hoorde ik van de Nouwe Nol zojuist, die zei van, ik heb gesolliciteerd bij de Stadstuin en er bestaat een kans, kom er even bij dan, want nou was ik net weer weggelopen, was het weer kwaad, begreep ik. Ook moest in een pand roeren. Jij hebt ook gesolliciteerd bij de Stadstuin? Ja. En? Ja, hij wil er nog een keer op terugkomen, maar hij wil allemaal het recept hebben van die soep die ik nou moet maken. Ja. Die wil je niet geven. Die wil je niet geven. Nee. Kijk, dit is mijn... Adem in zee. Voor jou natuurlijk deze gouden kegel. Ja, fantastisch. En ik geef er ook nog een cadeaubon bij. Nou, en dan super. Kun je ook nog inderdaad gaan kegelen. Nou, en heel fijn dat je altijd ieder jaar opnieuw aan Baronie TV denkt. Oké. En dan hier naast mij aan de andere kant Leon en Paulien Snoeren. En dat is weer een hele andere zaak, hè Leon? Dat is een hele andere taak. Ja, vertel eens even. Ja, wij verkopen mode- en comfortschoenen, zo'n 500 vierkante meter. Ja. En ons bedrijf is totaal 1100 vierkante meter. Achter in onze winkel doen wij ook veel serviceconcept verlenen. Dan kun je denken aan podotherapie, medisch pedicure en orthopedisch schoentechniek. En waar zijn jullie gevestigd? Wij zitten gevestigd tussen Oosterhout en Breda, parallel aan de Oosterhoutseweg. Ja, als het goed is krijgen we ook van jullie zaak beelden te zien. Ja. Want we zijn bij jullie ook geweest, dat is nu te zien. Toen lag er nog sneeuw, zag ik Paulien. Ja, klopt. Ja. Jij werkt zelf ook in de zaak mee? Ja, ik pedicure de zaak. Ja, ja. En hoe loopt het, hoe gaat het? Ja, het is alle praktijken zijn altijd lekker vol. Het is leuk werken met de mensen. Heel leuk om voeten te kunnen verzorgen van de mensen. Het is super. Ja. En een goede locatie waar jullie zitten, makkelijk bereikbaar absoluut, natuurlijk. Absoluut, ja. Ja, en ik vroeg het toen net ook al aan Adrie. Leon, waarom adverteer jij dan bij Baronie TV? Ja, wij hebben een regiofunctie. Mm-hmm. En daarom doe ik ook adverteren hier. En plus vind ik het ook leuk om carnaval op deze manier in de huiskamer te brengen. Om op die manier... een steentje bij te dragen. Want daarvoor geven wij dus die gouden kegel. Want precies, zoals ik al zei, zonder de adverteerders zouden wij niks zijn. Want dan zouden we het gewoon niet kunnen betalen. Want het kost gewoon een hoop geld. En daarmee moet het allemaal betaald worden. Nou, dat betekent ook voor jullie dus de gouden kegel, alsjeblieft. Ja, dankjewel. En ook voor jullie een cadeaubon, zodat jullie dat verder kunnen gaan gebruiken. Ja, dat is mooi. Oké, okay. Nou, en blijf adverteren bij Baronie TV. Gaan we zeker doen dat. Oké, okay. Dankjewel. Dankjewel. En dan moet ik nog afscheid gaan nemen van mijn collega Huub Hang op. Huub, komt er nog even bij? Ik was even aan het afkikken met de Griekeldonk vanwege de... Oh, gooi ik naar die kukkel? Oh, je gooit er al. Maar maakt niet uit. Eén iets gesloopt. Ja. Maar was leuk met Griekeldonk. Ja, was het leuk? Was het ook in de uitzending? Het was in de uitzending. Oh, dat is helemaal super. Ja, we hebben er wel even reclame overheen gegooid van 4 minuten, maar die laatste 10 seconden waren nog in de uitzending. Ja, maar het gaat ook om het plezier, hè, voor mezelf. Ik sta in, zonde van de kijkers die het dan hebben gemist, maar goed, maakt niet uit. Nee, natuurlijk. Het is helemaal in de uitzending geweest. Is wel in de uitzending? Ja, tuurlijk. Kussie heb je gehoord. Hé, ik bedank jou voor jouw bijdrage vandaag. En wij gaan nu... Oh ja, bedankt. Graag gedaan. We gaan nu weer kijken naar de Barnevalsliedcompilatie. Alle liedjes die meedoen. En dan gaan we zo dadelijk een tussenstand geven van die liedjes. Huub, bedankt en hopelijk tot volgend jaar. Graag gedaan. En iedereen ook bedankt voor het kijken naar mij. Bedankt voor het volhouden. En Ad gaat het nou weer alleen doen. Zal niet meevallen, Ad? Ja, het is maar een kwartiertje. Dus oh, zo kwartiertje. Oh, okay. Kom maar goed. Oh, dan zie ik je zo nog wel aan de Oké, okay. 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 Adoe. De compilatie van de Barnevalsliedverkiezing. Hartstikke op de zoek, een lap blazen. Waar zijn die handjes?
ik ben ze kwijt. Maar heel misschien zoek ik het wel te wijd. Wacht toch niet tot morgen, maar doe het nog vandaag. Alles
met z'n allen, alles met mekaar. Hak alles mee mekaar, het doet, komt alles voor mekaar. En dat was dus de compilatie van de Barnevalsliedverkiezing. Ja, dan zijn we natuurlijk benieuwd naar de tussenstand. En als het goed is, dan komt hij hier zo dadelijk op het bord te staan. Terwijl de oude Nol bezig is met de laatste voorbereidingen voor de soep. Nou, volgens mij is die ver klaar. Jongens, laat maar zien hoe de tussenstand eruit ziet. En nou, we zien. Ik hoop dat het in beeld gebracht wordt. Dan hoef ik ze niet allemaal voor te gaan lezen. Want dan zijn we nog wel eventjes bezig. Belangrijkste is natuurlijk toch eventjes de top 5. Dat we die te zien krijgen. En dan op de vijfde plaats staat momenteel CV. De bal is rond uit 8 maal. En dan gaan we door naar het duo. We zagen ze zojuist nog eventjes ook in die compilatie met De Muts. Het eerbetoon aan Ger Couvreur. De Mechel en Das Praat uit Ulvenhout op de derde plaats. De tweede plaats is Voor Thuis Niet Touwen uit Totteringen. En op de eerste plaats momenteel dubbel S zonder T. En volgens mij was dat gisteren ook al het geval. Het liedje uit Zundert. Maar goed, er kan nog heel veel gebeuren. Hè, want er kan maandag en dinsdag nog steeds gestemd worden. En vandaag ook nog heel de dag. Dan ga ik nu naar het podium toe. Want daar staat een groep. En die kwam ik tegen tijdens het jureren met het Klune in Breda. Ja, dat klopt. Ja. En nou, dat was een geweldig feest, hè? Het Klune in Breda. Wanneer was het? Zondag 25 januari uit mijn hoofd? Ja, 3 weken. Een week of 3 geleden. Ja, het gaat allemaal zo snel, hè? Zo. Dan weet je het allemaal niet meer. En ja, jullie hebben toen de juryprijs gewonnen, hè, voor de beste act. Ja, dat werd tijd onderhand, hè? Ja. Want we hadden iets van... ja, ik ben ook niet omgekocht, hè? Nou, dat werd wel beweerd toch gaat toch skiën. Ja. Ik wil dat bij deze weer eventjes rectificeren. Ja, nee, ik ben niet omgekocht. Wat hadden jullie gedaan die dag? Wij hadden natuurlijk ons thema, Silent Disco. Mm-hmm. Want het was Klune met sterren, dus wij vonden ons wel de sterren. En we hebben opgetreden voor het stadhuis in Breda en hebben ons nummertje gezongen. Kom maar in het kielegaatje. Ja. Nou, wij vonden het ook zo mooi als jury dat jullie ook tijdens dat Klune, tijdens dat hele festijn op en rond de Grote Markt, het publiek actief bezig hielden. Want iedereen kon luisteren via een speciale kar. Hè, met koptelefoons konden ze jullie nummer en andere nummers beluisteren. Ja, dat was heel leuk. Ja, dat we in kanaal carnavalse nummers en in kanaal House. Ja, dus maakt het niet uit. Het was in ieder geval grandioos georganiseerd. En daarom gaan jullie nu dat nummer nog een keertje hier brengen. Ja, ook, want het origineel is van CV De Bowlingschoen. Mm-hmm. En die hebben wij helemaal gecoverd. Ja, dus, maakt ook allemaal niet uit. Eventjes, ja. Toch even noemen. Ja, en kom maar in het kielegaatje. Ja. Oké, okay, hier zijn ze. Kom maar in mijn kielegaatje. Kom maar in mijn kielegaatje. Gaat op skiën, wat zijn jullie nou? Ja, we zaten. Hey, daar regelde even. Wat regelde jij nou eigenlijk? Ik regelde even. Als jij niet opschiet. Hey, Penny. Hoe is met de boekhouding? Kom op, ze kill, ga ze leuk met hem, hè? Snel een beetje. Hey. Heeft hem wat gehouden. Alweer. Kreeg. Hey, Bienlager. Kom op, Kom maar in mijn kielegat. Handjes in de lucht. Kom maar in mijn kielegatje. Kom maar in mijn kielegat. Kom maar in mijn kielegatje. En het steentje wordt een gat. Want wij met de CV, we doen weer eens mee. We laten ons nu niet naaien. Wij gaan weer eens voorop met onze zatte kop. Nee, jij dan, die gaat het begaaien. Nee.
We kunnen door de cafés alle bedingen om. Met een hart op de kom. Nee, jij dan les in de race. Ga toch skiën in zijn vlot. Nieuwe sterren staan nu op. Hosse zingen en maken feest. Alle beste BCV, een zoete melk, nee. Nee, jij dan leidt de CV. Iedereen, Heintjes in de lucht. Dit is nee, jij dan. Kom op, Heintjes in de lucht. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Nou, ik ben gisteravond heel wat kroegen in het Kielegat af geweest. En in heel wat kroegen hoorde je inderdaad dit nummer. Kom maar in mijn Kielegaatje. Het gaat tijd worden. Tenminste, ik hoop dat het een beetje tijd gaat worden. Voor die soep van de Nauwe Nol. Nou, hoe langer die staat, ja? Hoe lekkerder dat die wordt. Oké. Okay. Hij staat nou bekend twee uur. Wat stinkt dat spul, man? Oh, wacht eens even, jongen. Ja, sorry hoor, dat ik het moet zeggen. Ja, maar ga je ook niet van... Ik hou wel van soep. Ja, maar dit is wel zoiets speciaals, jongen. Nou, ik ga jou eerst eens een bakje geven. Ja, ik zal graag jouw mening horen. Nou, dat vooruit. Kom hier, van daar hoe klauwen verbrand. Ja, dat is de bedoeling natuurlijk niet. Die moet er nog langer mee. Kijk. Zo. Ja, daar zit... Er zit iets in van... Uit Moordgat zitten. Ik had het net over Kielegat gehad, maar dit is Moordgat. En daar heb ik een paar flesjes van bijgekwakt. Oh nee, maar hij smaakt goed. Ik moet zeggen, ouwe nol. En, was de carnaval voor hoe een zware belasting? Neem soep van de ouwe nol voor een goede ontlasting. Nou, ik zal morgen de uitslag geven. Dankjewel. Ik hoor het graag. En wij zien jou volgend jaar ook weer ongetwijfeld terug. Er zijn heel veel mensen hier, al die medewerkers, die hebben allemaal wel zin in de soep van de Nauwe Nol. Gelukkig. Wij gaan dit programma afsluiten. We zijn aan het eind gekomen van de Prins Geen Kwaad. We hebben natuurlijk nog de Facebook-clip, daar gaan we mee afsluiten. Zo dadelijk de optocht van Boemendonk, zo gauw die optocht binnen is. Hè, want waar wij staan met Baronie TV, als die daar is, dan gaan wij hem uitzenden. Dus dat kan ieder moment gaan plaatsvinden. Afsluiting is met die Facebook-clip. Er kon gekozen worden tussen de Lawine Boys met Joost of met Ik wil seks met die kale. Nou, ze willen allemaal seks met die kale. Dus dat gaat het dan uiteindelijk worden. We zijn er morgen weer. En dan zijn de twee gastpresentatrices de meiden van Changé. Dus graag tot morgen. En nu de Lawine Boys en Ik wil seks met die kale. Hey.